Ik weet niet of ik een Mii heb. Oh mijn god, er zijn Mii's. Wat is dit? John, Jaap, Corrie, Denzel, Ronald, Tom, Saplin, Nicky en Jones. ik weet niet wat hier gebeurd is. Oh, ik wil even mezelf... Kan ik dit aanpassen? Help. Waar pas je Mii's aan ooit? Mii. Hell yeah, baby. Let's go. Wat zijn dit ook voor Mii's dan? Goed, bewerken. We gaan even mezelf even bewerken eerst. Want gaat iets niet goed, dan moet een brilletje op, jongen. Gaan we. Oké, okay. I have created myself. We hebben onszelf gemaakt, oké? Okay? Mii selecteren. Yes, daar ben ik, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is Jones. Look at him. Lijkt hij op mij? Wel een beetje. We gaan Miitopia spelen. We hebben net een uur gedaan om dit poppetje te maken. Ben ik. Aardig, energie, relaxed, cool, chaotisch, koppig of voorzichtig. Jongen, een beetje chaotisch. Ik ben Joost. Ik ben een chaotische Mii. Nou, daar kan ik me wel aardig in vinden. Oké, okay. Gezicht en naam. Kon je in de serie? Oh mijn god! Je kon gewoon je gezicht aanpassen via het spel. Ik helemaal moeilijk doen. Kon gewoon in het... Ah! Oh. Oké, okay, let's go. Ga gewoon verder. Boeit me helemaal niks. Yeah! Welkom bij Miitopia. Let's go. We bounce in. Dan gaan we, chat. En kijkertjes thuis. Wat een wereld. Dit is de wereld van Miitopia. Nou. Cute. Kijk hoe vrolijk iedereen is, joh. Een wereld waarin elke Mii een vrij en blij leventje heeft. Of beter gezegd, een vrij en blij leventje had. Oh nee, wat gaat er gebeuren? Op een dag gebeurde er iets vreselijks zonder waarschuwing. Ik haat het als dingen zonder waarschuwing gebeuren. Een enorme, verschrikkelijke schaduw viel over Miitopia. Oh nee. Oh nee, wat een drama. Wat een drama, jongens. Oh, een gruwelijk wezen ging er vandoor met de gezichten van de inwoners. Maar dit is nog niet het ergste. Oh nee, hij deed ze op. Wezens. Denk ik. Nu verschijnen er overal monsters die gestolen gezichten dragen. Zeer kwaadaardig, jongens. Ik krijg helemaal kippenvel. Nou, daar ben ik. Look at me go. Lekker spelen met vlinders. Kijk. Een argeloze reiziger. Eerlijk, ik lijk wel een beetje, toch? It's me. Ah. Dat is toch niet mijn stem? Ik kan gewoon mijn eigen stem gebruiken. Wat is dat voor stem? Ah. Wat een mooie, rustige dag. Joost is alleen op pad, zonder doel en zonder de turbo gaat. Mijn god. Wat een slechte timing. Ah. Ah, Nicky deed de deur open. I'm all good. Joost is alleen op pad zonder doel en zonder haast. Altijd doelloos op pad. Oh nee, het is een ogen. What the frick? Oh nee, niet op die vlinder. Kijk die vlinder naar ogen. Dat wordt echt fucked up. Dit is een ogen. Gewoon op de vlinder. Wow! Kijk die vlinder nou. Dit is heel raar. Jasses. dat is ook echt een woord wat ik zou zeggen. Jasses. Daar gaan we, jongens. Stress. Ze paniek. Oef. En waar ben ik? Dat is een goede vraag. Ah! Dan ziet Joost een nabijgelegen dorp. Nou, daar gaan we, jongens. Jasses. Oh, wauw. Het is net als Mario. Really? We hebben gewoon een soort van... Oké, whatever. We gaan naar... Ik kan wel heel hard rennen, ja. Ach, Miitopia, zoveel gezichten. Maar je kunt zelf kiezen welke Mii-personages de verschillende rollen mogen vervullen. En je kunt het later ook weer veranderen. Oké, laten we bepalen welke Mii-personages welke rol mogen vervullen. Ah, dit wordt top. Oké, we hebben Lau, Antika, familie Puk en Ojemina. We hebben verliefstel Julio en Romia. Sneerte Fabian. Wat is dit? Meerdere pieces. Wat kun je hiermee doen? Kun je dan je DS koppelen of zo? Of je Wii U? Oh...
Oké. Nou ja, ik doe wel gewoon... We gaan gewoon eventjes Mies aanmaken, jongens. Oké, lauw. Oh, hier, kijk! Miitopia-gegevens. Oh. Nintendo Switch systeem. Oké, wie gaat lauw worden? Ik vind dat... Ja, maar dit zijn echt fucked up karakters. Ja. Nee, Nikki... Ik weet wel wie we... Ja, we gaan... Nikki wordt Oimina. Bezorgde moeder. Hell yeah, Nikki, there she goes. Daar is de bezorgde moeder Nikki. Yes. Oké, nou moeten we eventjes mensen maken voor... Oh, we moeten... Oké, Speedboat activated. We gaan even heel veel... Link. Ja, 1000% Link. Oké, daar is die. De echte tijger. Cute. Nou, we hebben Link. Zorgeloze gids Link. Een zelfbenoemde gids die maar weinig weet te vertellen. Heel goed. Ik vind Link wel een zorgeloze gids die weinig heeft te vertellen. Prima. Antica. Wat is Antica? Altijd vrolijk, haar stralende glimlach smelt alle harten. Nou, dat is wel heel cute. We moeten wel even Rudy maken. Daar ben ik het wel mee eens. Kijk neer op anderen, maar heeft zelf het ook niet makkelijk. Het is 100%. 100% Rudy. 100%. Daar gaan we. Dit is Rudy. Oké, we hebben Rudy gemaakt. Hier, hoppakee. Kijk meer op anderen, maar heeft dat ook niet makkelijk. Rudy, sarcastische man. Absoluut. Rudy is de sarcastische man. Hadden we ook wel Don van kunnen maken, maar dit is Rudy. Goed, oké. We moeten even... Fobian. Julio, Romeo en Antica. We zijn er nog niet, oké. Antica is Ronald. Ja, een vrolijk omaatje. Kunnen we daar Ronald van maken? Ronald is in chat. Oké, Ronald, jij wordt Antica. Oké, jongen, daar is die. Ik vind het wel goed. Oké, jongens. Vrolijk omaatje Ronald. Altijd vrolijk. Haar stralende glimlach smelt alle harten. Heel cute. Heel cute. Perfect. Goed, we hebben Link. Ik vind het steeds leuk dat Link Michael heeft. We hebben Link. We hebben Ronald. We hebben Nikki. We hebben Rudy. Oké, het kind van Nikki moeten we nog even maken. Ik wil toch wel even Moos maken. Moos is cute. De oren moeten groter, dat kan niet. Brutaal kind, Moos! Ja, dat klopt wel aardig. Dat is wel aardig. Oké, nou, we zijn al redelijk op ver. We hebben Link, we hebben Ronald, we hebben Moos, we hebben Nikki, Rudy. En we hebben even Fobian. Wat is Fobian voor karakter? Ondanks al zijn fouten toch de verstandigste inwoner van het dorp. Ondanks al zijn fouten is... Oh, is de burgemeester. Dit moet eigenlijk wel Don worden. Dit moet eigenlijk wel Don zijn. Dat ben ik het wel mee eens. Dit is hem. Ga hem neer, dames en heren. Daar is hij, de burgemeester. Burgemeester Don. Wat een topgozer. Kijk hem nou, joh. We zijn aardig op weg. Oké, we moeten nog twee mensen. Het verliefde stel moet nog. Nu moeten we...
Nou moeten we wel even mensen gaan shippen, jongens. Wie gaan we shippen? Jeremy en Bintje. Ja, ik zit wel aan Jer en Pascal te denken eigenlijk. Ik denk dat dat wel gewoon het leukste is. We gaan gewoon Jeremy en Pascal doen. Jer en Duncan. Dat kan ook wel, ja. Nou moeten we logischer nadenken. Wat krijgt meer views op YouTube? Als ik het ga shippen, zeg maar. Jeremy en Jeremy, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Loki wil ik dat wel doen eigenlijk. Jeremy met Jeremy. Oi, 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 ja. Jeremy 1 en Jeremy 2. We gaan eerst gewoon Jeremy 1 maken. Dit is Jer. Stop. Nu Jer als vrouw. Ik vind het heel komisch als we Jer. Hij vindt zijn vriendin wel leuk, maar hij houdt niet echt van haar. Oh, dit wordt wel wat. Ik ben heel erg benieuwd of we gewoon nu dezelfde Mi nog een keer kunnen kiezen. Oh, dat kan dan niet. Wat? Ik kan mezelf wel kiezen, huh? Nee, maar ik kan jou ook nog een keer kiezen. Waar ben jij dan? Oh, hier, kijk. Deze Mi is dan een Robin. Is die toch... Ja. Hoppakee. Hij heeft alleen maar oog voor hem. Maar hoe lang nog? 2 keer Jeremy, dames en heren. Liefdeskom. Yes! Oké, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn compleet. We hebben de zorgeloze gids Link. Een zelfbenoemde gids die zich maar weinig weet te vertellen. We hebben vrolijk omaatje Ronald, altijd vrolijk. Haar stralende glimlach smelt alle harten. We hebben Moos, het brutale kind. Een brutaal kind dat iedereen op de zenuwen werkt, een ettertje. We hebben Nikki, de bezorgde moeder. Probeert haar kind in toom te houden, maar haar geduld is op. Dan hebben wij de burgemeester Don, ondanks al zijn fouten toch de verstandigste inwoner van het dorp. Dan hebben wij Rudy, de sarcastische man. Kijkt neer op anderen, maar heeft het zelf ook niet heel makkelijk. Dan hebben we het verliefde stel Jeremy. Zij heeft alleen nog maar oog voor hem, maar voor hoe lang nog? En dan hebben we de man in een relatie. Hij vindt zijn vriendin wel leuk, maar hij houdt niet echt van haar. Jongens, ik denk dat we compleet zijn. Wij hebben onze character sheet ingevuld. We're going, oké? Dit is een beetje die Spider-Man meme, dat stel van Jeremy, ja. Heb ik een leuke lach. Ronald, je hebt een hele leuke lach. Ik vind het wel, ik ben wel trots op mezelf dat we eigenlijk elk karakter wel uniek hebben gemaakt. Andere neus, andere mond, andere ogen. Ze lijken allemaal niet echt op elkaar, zeg maar. Goed, daar gaan we. Recruiton! Kijk, Moos ook rennen, joh. Kijk dat liefde stel. Heel cute. Ik ben echt bang dat deze demo echt gewoon niet lang is. Maar goed, dan gaan we. Oh, we kunnen lopen. Ga even met Link praten. Zorgeloze gids. Daar is die. Hé, beetje saai vandaag. Ho, rustig aan. Wat is er nu weer aan de hand? Monsters met gezichten van inwoners. Haha. Je neemt me in de maling. Recruiton is een rustig oord. Zo rustig dat het bijna saai wordt. Thanks, Link. Ronald. Vrolijk omaatje. Wat een prachtige dag. Word je niet vrolijk van zulk mooi weer? Oh, een avonturier. Waarom kijk je zo sip? Van zo'n mooi weer krijg je toch vanzelf een glimlach op je gezicht. Jezus. Kom op, een lachje moet er toch wel vanaf kunnen. Nou, een glimlach maakt jou en mijn dag weer goed. Dat is fijn. Kijk, Moos. Dit is Moos, jongens. Yippie, joehoe. Ik ben een draak. Je bent een tackle. Dat maakt niet uit. Grrr. Zo voelt Moos zich af en toe wel even. Bezorgde moeder Nikki. Stop daarmee, Moos. Je doet je nog pijn als je zo blijft rondspringen. Het is wel accuraat dit trouwens. Je maakt me knettergek. Oeps, sorry avonturier. Mijn kind is hyperactief. Ik weet niet wat ik verder nog kan doen. Ja, net als real life. Aan de gaan we, jongens. Verliefd stel Jeremy en Jeremy. Ik weet niet waarom ik dit zo grappig vind. Schatje. Tiii. Je bent zo lief, Jeremy. Je bent zo slim, Jeremy. Het lijkt wel alsof ik droom. De narcist, Jeremy. Moet je even knijpen, Tiii. We hebben hier Rudy. Een sarcastische man. Wat moet je? Typen zoals jij zien we niet vaak. Ben je hier op bezoek of zo? Nee. Maar niet heus. Oké. Daar hebben we de enige echte Don. Burgemeester. Wat een ANWB-koppel, ja maar echt. Welkom avonturier. Ik ben de burgemeester van dit dorp. Je hebt vast al met alle inwoners gesproken. Recruiton is een fijn dorp.
Maar als burgemeester moet ik dat wel zeggen. Ja, dat snap ik. Oh, moet ik dat wel zeggen? Hè? Oh nee, er gebeurt wat, chat. Wat is dat nou weer? Wie? Wat? Wat? Hoe? Waar? Wat is dat, mama? Stil. Jeremy. Jeremy. Dat is geen goed teken. Huh? Oh nee, het is... De Duistere Vorst! Nee, we moeten... Yes! Yes, we mogen iemand de Duistere Vorst maken! Oh, sick! Oké, chat, luister. Dit is belangrijk. Wie wordt de Duistere Vorst? King Alert! Nee, we gaan niet... Pascal, Milan, Paul! Nee, we gaan niet King Alert doen, hoor. Nou, kom nou. Iedereen zegt Pascal. Pascal is eigenlijk wel hilarisch als Duistere Vorst, not gonna lie. Iedereen zegt Pascal, mijn hemel. Pascal the Dark Lord. Ja, oké, ja. Het ziet er wel... Ja, ik zat ook een QC te denken eigenlijk, maar... Ja, we hebben Pascal, jongens. Moeten we al je goede naam pakken, laat eerlijk zijn. Oh, dat kan niet! Nee, dat kan niet! Nou! Dit vind ik heel stom. Scherpkaat. Ja, maar nu gaat niemand ooit... Nee, maar nu snapt niemand de referentie. Ik noem hem gewoon Pascal, fuck it. Goddammit, ik wilde hem scherpe kaat noemen. Ik voel deze wel. Ik ben nog steeds trots op het feit dat elke Mii anders is. Kijk! Pascal, je bent de Duistere Vorst! Je bent een kwaad in die kop. Lol. Je bent blauw. Dat gouden brilletje maakt het af. Dat is zo goed. En die kop. Oh, die lodderige blik. Ik vind het geweldig. Niks meer aan doen. Helemaal perfect. Hou me zo. Oh, daar is die. Kijk die kop. Oh, wat goed dit. Wat goed. Ik ben de Duistere Vorst Pascal. Je komt paniek en verderf zaaien in dit ellendige kleine wereldje. En ik begin bij jullie, inwoners van de Recruiton. Die koppen. Ik zal jullie eens kennis maken met echte angst. Ik ben eigenlijk een keer de superschurk. Ja, echt. Zeg maar dag tegen jullie gezichten. Wat goud. Ik vind dit helemaal top. Oh nee! Daar gaat Ronald zijn gezicht. En daar gaat Link. Heel pijnlijk. Dubbele baard, ja maar echt. En daar gaat Moos. Arme Moos. Oh, nee. Daar gaat één van de Jeremy's. Oh nee, daar gaat Rudy. Die kwaadaardige Pascal emote ook in de chat. In hemelsnaam, dat zou Dommel zeggen. De gezichten zijn weg. Nou Pascal. Dat lijkt me voorlopig wel even voldoende. Luister goed naar mij, gezichtloze ellendelingen. Jullie zijn gedoemd tot een sprakeloos angstig leven. En iedereen die ik heb ontzien. Kom. Kijk maar eens goed naar jullie arme vriendjes. Er rest jullie alleen maar wanhoop. Tot ziens. Wat goed. Moos zonder gezicht lijkt op een vuilniszak. Wat is dat nou weer? Dat kan toch niet waar zijn? Iemand help ons! Jeetje! Kijk die Rudy nou. Dat is heel fucked up eigenlijk. Dat is heel raar. Het knappe gezicht van... Best wel cursed, jammer echt. Het knappe gezicht van Jeremy! Oh nee! Nu kan ze geen lieve woordjes in mijn oor fluisteren. Oh Nicky, nee. Moos, mijn arme kind. Rustig maar, geen paniek. Oh, avonturier. Ik smeek het je alsjeblieft. Help mijn arme Moos. Sure. Oh, dankjewel. Ah, neem dit als dank. Dit oude familie-erfstrik brengt geluk. Hoera, je hebt een antieke amulet gekregen. Ik heb het angstige gevoel dat de Duistere Vorst nog ergens in de buurt is. Kun je hem gaan zoeken buiten de stad? Oh, ik heb een verzoek geaccepteerd. Het is wel een soort vuilniszakje, ja.
Het is heel fucked up eigenlijk dat ze niks kunnen. Geef die Ronald nou. Vrolijk omaatje Ronald. Oh nee, Link. Er rest alleen nog maar zijn gezicht.